Deze Theon International Update wordt mede mogelijk gemaakt door AllSystems.nl en Petersen Media. Jan Siemering, coach van de Davis Cup. Je hebt de hele week hier een beetje rondgekeken. Wat is jouw indruk deze week geweest van het Theon International? Het was waterig hè, de eerste paar dagen. Ongelooflijk pech eigenlijk met het weer, want het is altijd een heel leuk toernooi. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de toeschouwers om hier te zijn. Dus hoop te zien, altijd veel Nederlanders op de baan. Daarom ben ik hier eigenlijk elke dag, want dan kan ik alle Nederlanders van dichtbij weer eens zien hoe het gaat. Gelukkig de laatste paar dagen droog en een Nederlandse winnaar, ja, dat is dan een prachtig einde van het toernooi. Igor Seisling bedankte jou in zijn overwinningsspeech. Wat was jouw rol precies deze week met hem? Ja, je moet het allemaal niet zien als dat soort dingen. Ik vind het ook wat overdreven allemaal. Ik kijk naar zijn wedstrijden en ik volg hem. En je hebt altijd goed contact, maar dat heb ik met de andere spelers ook. Weet je. En ik wil dat ze allemaal winnen. Dat gaat natuurlijk niet. Er kan uiteindelijk maar eentje winnen. Maar ik wil vooral, kijk, het is een feit natuurlijk dat ik zeker met Igor en ook met Timo en met Thomas en Robin en Jesse. Ja, die hebben we vaak in het Davis Cup team gezeten. Dus daar werk je gewoon heel veel mee. En dan heb je toch een iets andere band dan met spelers die je nog niet in het Davis Cup team hebt gehad. Houdt het dan ook in dat je ze na wedstrijden, ja, dat je even met ze praat, dat je tips geeft? Of zit je hier een beetje meer te observeren? Ja, Igor heeft geen eigen coach, dus hij traint in Almere. Waar dan, Hugo is de bondscoach Jong Oranje, waar hij dan altijd terecht kan. Raymond Knaap, die bedankte die ook. Dat is een assistentsbondscoach, die reist veel en is veel onderweg. Die heeft ook met Igor wat gereisd een aantal weken. En dat zijn dan eigenlijk de mensen die dan, waar hij in ieder geval naar luistert en waar hij mee traint. En dan is het wel leuk dat hij die bedankt natuurlijk. En ook wel terecht, vind ik. Maar mijn rol is daar wat kleiner in. Ik werk voornamelijk met hem in het Davis Cup team natuurlijk. En op de Nederlandse toernooien. Uiteraard, als hij mij nodig heeft of iets wil weten, dan ben ik er voor hem natuurlijk. Maar dat geldt ook voor de rest. Tot slot, zou je nog iets willen zien veranderen in de toekomst hier bij Theon International? Het zou wel heel fijn zijn als het elke dag mooi weer zou zijn. Maar daar kunnen ze niet heel veel aan doen, denk ik. Nee, is dat niet te regelen hier? Of een dak misschien. Je moet het met Henk even overleggen. Of een dak op het centercourt gaan maken of zo. Ik geloof dat Federer dat geopperd heeft bij de US Open ook om te doen. Dus dat zou ook wel een hoop ellende besparen. Maar alle hulde voor alle mensen die hier deze dagen weer het best hebben gedaan. En zich ingezet hebben voor dit toernooi. Want het viel niet mee. En het is toch tot een mooi eind gekomen. Maar voor de rest, het toernooi zit gewoon goed in elkaar volgens jou. Ja, het toernooi zit goed in elkaar en het is natuurlijk een belangrijk toernooi voor het Nederlands tennis ook. Omdat we heel veel spelers en speelsters hebben, zeg maar, in dit niveau. En dan is het mooi als ze in Nederland kunnen acteren en zich dan kunnen meten met internationale spelers. En dan hopelijk ook gebruiken dit toernooi als opstap, want zo moet je het natuurlijk wel zien. Het is eigenlijk een toernooi waarin we dus heel veel spelers en speelsters hebben, maar dit echt moeten gebruiken om door te groeien natuurlijk. En daarin is een toernooi als Theon onmisbaar.